Die huis hebben jullie genomen toen de bus er stond. Nee hoor. Jullie zijn in oktober dat huis ingegaan en in juni stond het... erin! Ja. Maar toen hadden we al anderhalf jaar van tevoren hadden een toezegging hoor. Dan had je toen ook al wat kunnen doen. Nou ben je natuurlijk zit je uit je nek te lullen. Nee, wij moeten de klappen hier opvangen bij dit hek. Buurman mag de uitwandkant. Buurman, dat is niet de afspraak. Ga je niet meer terug? Waar slaat het op? Probeer het niet. Blijf op, we gaan op vermeld af. Het is oorlog op het klein. Een burgeroorlog in het klein. Ik ga vandaag weer een hele hoop bekijken, want de uitspraak van meester Visser heeft over het algemeen heel veel gevolgen. Want in Alphen aan de Rijn gaat een hele mooie notenboom om. En hier in Krimpen aan de IJssel wordt een bushokje verplaatst. Sjaan Schutte betrekt 3 jaar geleden een seniorenflat. Maar in de brochure, in de folder, stond niet dat er een bushokje voor haar appartement gebouwd zou worden. Maar het was nog veel erger. Het bushokje stond zowat tegen haar balkon aan. Dit is nou de halte. En dan gaat het me niet over dat hokje speciaal, maar het gaat over de halte. Want de bus die stopt waar dat oranje ding nu staat. Daar stopt de bus, dus het is pal voor ons raam. Als we zitten te eten, kijken ze het eten van je bord. Ja, vreselijk, vind het vreselijk. Wij zijn buitenzitters, maar het enige plek waar we buiten kunnen zitten is op balkon. En dan staat de bus 6 keer in een uur voor je neus. Plus de mensen die eruit komen. We zijn zeer bekend, dus ze houden nog graag een praatje. Ook is niet altijd ongezellig, maar ja, het is ook niet altijd leuk. Toen kregen we bericht dat er hier een nieuwe straat kwam en toen zou er een hoorzitting zijn. Het is mij op die hoorzitting persoonlijk toegezegd dat die bushalte wegging. Dat is me echt beloofd. In het inspraakrapport is mevrouw inderdaad beloofd, we hebben daar ook over een collegebesluit genomen, de bushalte wordt verplaatst. Daarna kregen we bericht van meneer Schakelaar, die een stukje verderop een woning had betrokken. En die meldde toen van ja, ik heb in 2008 al met de gemeente contact gehad over de locatie van de bushalte. En toen is mij verteld dat de bushalte zou komen waar die nu ten onrechte volgens mevrouw terecht is gekomen. Toen kregen we eind april een brief van wanneer de werkzaamheden zouden beginnen. En daar stond tussen neus en lip er even in dat de verplaatsing niet doorging, want de meneer van het koophuis die had bedongen bij de koop dat daar geen bushalte kwam. Ja, dan moet je het ons niet beloven. Woest was ik. Meester Visser die regelt een gratis ritje en laat zich afzetten bij het desbetreffende bushokje. Goedemiddag. Goedemiddag. Speciale dienst. Jawel. Zo, waar zou je hem gewoon stoppen? Normaal gesproken. Hier nou, ongeveer? Hier ongeveer? Ja. Ja, inderdaad. Je kunt hier goed naar binnen kijken. Dus dit zou eigenlijk de normale plek zijn om te stoppen. Nou. Goedemiddag. Dag meneer Visser, nou, kom je ik ben Sjaan Schutte. Dan kom je zo uit de bus. Je kunt gewoon, kijk uit, hij niet valt. Hè. Nu gaan we mogelijk alternatieven bekijken. En ik heb begrepen dat wij een mobiel bushokje hebben. Daar komt hij al. Kijk, de bushalte. Ik heb een brezoom, dus dat gaan we. Nou, daar gaan we eerst eens hiervoor mee, hè? Dit is een grote lege ruimte hier. In 2008 stond de bushalte eigenlijk voor mijn woning, voor 612. Waar is precies uw woning? 612, de hoekwoning. Hier, gelijk. Ja, gelijk op de hoek. Daar stond hij voor? Daar stond hij in eerste instantie voordat de huizen eigenlijk gebouwd werden. De bus die stopte hier natuurlijk met zijn lange lengtes. Ja. En daar staat hij eigenlijk toch wel een beetje voor mij voor de deur, vind ik. Nou, ik denk het niet.
Als jullie nou vinden dat hij bij mij niet voor de deur staat, terwijl ze dus het eten van je bord zitten te kijken en bus vol mensen. En dan gaat u zeggen van, hij staat een beetje, u hebt uw tuin aan de achterkant. Mag ik wat zeggen, wij wonen hier op het hoekje. Ja. En wij willen hem hier ook niet. Ja, nee, nee. Ja. Maar dit is op zich. Maar bij u komt hij niet voor de deur. Nou, op zich. Zou hij hier? Ja, hier nou, dat is niet voor de deur. Maar, heb je bij mij gekeken? Ja, maar hij staat gewoon gepland. Zullen we het gewoon eens voor om de gedachte te bepalen het hokje hier neerzetten? Ik wil hem graag hier. Waar is het, meneer? Ja. Ja. Ik zou zeggen, een beetje mooi in het midden, dat hij zo min mogelijk last oplevert. Meester Visser beslist dat het bushokje verplaatst moet worden en nu moet de gemeente samen met de busmaatschappij overleggen waar het bushokje dan wel moet komen te staan. Goedemiddag. Dag. Welkom. Lang hoe gaat het met u? Ja, uitstekend. Ja? Ja hoor, met u ook. Ja, heel goed. Wat fijn dat u ons wilt ontvangen. Ja, nou dat spreekt toch vanzelf. Nou, er zijn heel wat emoties ontstaan. Nee, hoor. Bij mij niet. Nee? Oké. Okay. Nee. Ja, waar wilt u ons hebben? Ik denk dat we best even naar de IJsselzaal kunnen gaan. Kijk, de IJsselzaal. Ja, hey. De IJsselzaal. En dit is Krimpen. Ja, aan de IJssel. Klopt. En even, kunt u nou precies aanwijzen waar dat bushokje en mevrouw Schutte... Ja, ik moet altijd wel even zoeken op de kaart, maar dat is hier. Hier ging het allemaal om. Ja, precies. Om dit bushokje. Om dat plekje in Krimpen aan de IJssel. Mevrouw Schutte, dat heb ik wel eens netter gedaan hoor. Ja, dat klopt. Nu kan ik hem eindelijk bij u voor de deur parkeren, doe ik het zo slordig. Hallo. Hallo. Zeg, wat is het hier mooi zeg. Ja, geweldig hè. Wat ontzettend mooi ruimtelijk. Ja. Nou. Ja, we zijn er vreselijk blij mee. Ja? Ik zie het helemaal aan u. Ja, we zijn er ontzettend blij mee. Dus we hebben nou zelf uitzicht, we hebben rust. Ja. En het is en alles is klaar. Ook de andere werkzaamheden, alles is klaar. Wilt u mij laten zien waar het bushokje nu is geplaatst? Of het hokje of de bushalte? Nou, de paal. De paal, ja. De haltepaal. Ja. En mevrouw is er ook. Dag mevrouw. Hallo. Hallo, u bent er ook. Wat gezellig. Hoe gaat het met u? Prima. Ja, bent u net zo blij als mevrouw Schutte? Het is heel rustig. Ja? Ja, het is echt. Je kan gewoon op het balkon blijven zitten als de bus langs gaat. Hoe is het gegaan na de uitspraak? Want meester Visser zei het bushokje moet verplaatst worden. Klopt. U moest overleggen ook. We hebben de bushalte hebben we verplaatst naar de plek waar de rijdende rechter het bushokje bijvoorbeeld had neergezet. Mm-hmm. We hebben het bushokje dus ook weggehaald voor de deur van mevrouw Schutte. De bushalte uiteraard ook. Mm-hmm. We hebben die bushalte daar voorzien van het bordje tijdelijk, omdat er nu een bezwarenprocedure loopt van meneer Schakenwaarde en enkele andere bewoners. U bent er vanaf. Ja, en een ander heb het. Maar ja, nu hebben we weer een nieuw probleem en dat is dus... Daar. Daar, hè? Nou, iedereen zegt het is gewoon helemaal geen probleem. Oké. Okay. Want hij staat daar perfect. Er staat op tijdelijke halte. Tijdelijke halte. Ja. Ja. Maar ja, wat is tijdelijk, hè? Ja. Zullen we eens even kijken. Weet u hoe laat het is? 10:50. 10:50. U staat ook te wachten, hè? Ja hoor. Hoe laat komt hij? 57. 10:00 is goed. 10:00. Hij moet zo komen als het goed is. Oké, ja. 10:00. Ja. Ik vind deze plek ideaal. Ik vind het ideaal. Heel mooi. En heeft u het idee dat dat een soort gedeelde mening is van meerdere mensen? Ja, ik hoor goede berichten over. Dat het mooi een beetje het midden staat. En voor iedereen is het mooi te doen. Hier woont meneer en mevrouw Spruit, hè, wonen hier. Heeft u die nog wel eens gezien? Ja, uit de verte zwaaien ze, met de honden uitlaten. Ik ga even kijken of zij er zijn. Nee, want ik ben benieuwd hoe zij dit ervaren.
Dag. Hoi. Ik ben meneer Spruit. Hoi. Ik ben een beetje van handig met het tuinwerk. Maar... Oh, hallo. Hoi. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja. En wat, ik ben erg benieuwd. Komt u anders even weer eruit? De hondjes zijn ook heel enthousiast. Ja. Die willen wel, hoor. Ja, die willen wel, hè? Die willen graag naar buiten natuurlijk. Ja, oh jee. Ja. Wat vindt u van de tijdelijke plek? Niks. Niks. Kijk, ik heb gezegd, bij de gemeente ook, waarom zeg je niet, als je nou dat laatste rijtje neemt, dan net daar voorbij heb je heel stuk grasveld. Ja. 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 Dan heeft niemand er last van. Dan staat hij op het plek waar de andere bushalte ook bijna staat. Ja. En dan is het verschil hier te groot, man. Komt nog iemand aan. Dag, meneer. Hallo. Gerrit Govers, hallo. Dag, meneer Govers, ja. Hallo. Ben je ook een tegenstander? U? Waarvan? Van de bushalte? Nee, natuurlijk niet. Mijn vrouw die moet elke morgen naar mijn werk. Die mag hier blijven. Oh. Ik woon hier. Dan loopt mijn vrouw hoeft maar 20 meter te lopen en ze staat bij de bus. Dus u ziet er wel een voordeel in? Ja, natuurlijk. Er wordt nogal gediscussieerd, hè? Sommigen nee, zijn voor mij mag die lekker blijven, die bus. De familie Schakelaar die daar op de hoek woont, die klaagt heel erg over de uitlaatgassen. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat was ook de reden waarom zij dat toen ze het huis kocht hadden gezegd, wij willen geen bushokje voor de deur, ook omwille van gezondheidsredenen. Ja, want ze hebben twee dochters, die zijn astmatisch. Ja. En dat kan ik begrijpen, dat je daar bezwaar tegen maakt. Ja. Dan ga ik toch nog even naar de familie Schakelaar, want zij wilde wel praten, maar dan zonder camera. Even vragen hoe het met hem gaat. Kom ik zo terug. Die huis hebben jullie genomen toen de bus er stond. Nee, natuurlijk niet. Ja. Jij hebt het over papieren. Nee, dat nee. In juni 2009 stond de bushalte al daar. En jullie wij hebben nood. Wat denk jij nou dat wij net als jij dat huis hebt kunnen kiezen? Ja. Wij hebben het uit de put gedaan, hoor. Ja, maar dan wist je dat die bus altijd... Nee, dat wisten we niet. Nee, hoor. Jullie zijn in oktober dat huis ingegaan en in juni... Ja, erin! Ja. Maar toen hadden we al anderhalf jaar van tevoren een toezegging, hoor. Dan had je toen ook al wat kunnen doen. Nou ben jij natuurlijk zit je uit je nek te lullen. Nee, helemaal niet aan mijn nek te lullen. Ik ben hier in huis met geen bus altijd voor mijn deur. Kijk, hier heb je het nou. Hier staat die bus natuurlijk te dampen. De deur staat open en zij krijgt de volle laag van de uitlaatgassen naar binnen. Ja, maar die bus stopt. Dat was natuurlijk te verwachten van meneer Schakelaar. Want die heeft toen hij dat huis kocht ook te horen gekregen van... Ja, er komt geen bushokje voor de deur. In het conceptplan, zoals is hem toen meegedeeld, komt er geen bushokje voor uw deur. Ja, die baalt natuurlijk stevig. Dat denk dat ik snap wel. Ik, ja. Ja, snap ik ook wel. Ja. Aan de andere kant, als je kijkt naar de foto's van de plek waar de bushalte stond in de oude situatie, dus voordat hij naar de plek van mevrouw Schutte verhuisde, stond hij rechts pal voor zijn deur. In de situatie die we nu hebben, staat hij niet pal voor zijn deur, maar een meter of, nou ik weet niet precies, 5 à 10 meter verderop. Ja, we hebben het gezien, hè? Ja. Dus dat scheelt wel iets. Mevrouw Schutte, komt u er even bij? Ja. Want ik heb net een gesprek gehad, een heel lang gesprek gehad met mevrouw Schakelaar. En zij zijn zeer geraakt door een opmerking die u heeft gemaakt over dat roken. En misschien moet u het zelf zeggen, hoe dat overkomt. Nou, Gerard heeft het al gezegd, de buurman zo gezegd. Mag ik mezelf even verdedigen? Ja. Nou, hij stond er om u te verdedigen dus. Ik wil laat het even verdedigen. Zelf, ja. U hebt in het appartementencomplex al die maanden ons constant zwart lopen maken. Omdat wij bij alle bewoners op tegen zouden zijn dat de bushok hier zou komen. Maar dat hebben een heel ander verhaal. En daar ga ik niet over uitweiden. Maar die leugens van u, dat wij roken en geen astmatische klachten hebben, dat hebben ons zo verschrikkelijk zeer gedaan. Dat wil ik even aan u kwijt. Dat heb ik tegen niemand gezegd. Op de televisie is het uitgezonden. Astmaklachten, dat is natuurlijk wel, ik snap ook wel. Ja, maar waarom roken ze dan? Ja, dat weet ik niet. Ze roken. Ik heb gezien, terwijl ik daar mijn lijsten in zat te vullen in de taxibus, dat uw dochter met een sigaret aan het hoofd uw hondje uitliep te laten. Mijn dochter roken niet. Ja, nou dan misschien stiekem, dat weet ik niet. En ik loop onder controle bij een longarts voor astmaproblemen. En u staat gewoon glashard te beweren dat wij liegen. En dat is wat mij zeer doet. Maar heeft u er spijt van als u het zo hoort? Ja, het is altijd vervelend om zulke dingen dan te zeggen en als het dan niet waar blijkt te zijn. Nou, u wordt bedankt. Nou, wees blij dat ze u niet kennen, dan hoeft u het zich niet aan te trekken. Niet kennen. Kom op. In Nederland? Ik heb het over heel Nederland. Heb je de commentaar op internet gelezen? Nee. Er stonden veel vervelende dingen. Ik zeg verder helemaal niks. Nee. Ik heb het echt niet gelezen, dat zulke dingen lees ik nooit. Nou, dan moet u eens kijken wat u aangericht hebt. Ja, dat is vervelend. Ja.
sorry, dat heb ik. Maar ik. Het is geen smoesje, dat zo voelt. Dat begrijp ik nou. Yeah. Oké. Okay. Ja? Ja. Dank je wel. Succes vanavond bij de inspraakavond. En ik ben erg benieuwd wat de gemeente zal doen met het bushokje. Je zult zien. Oké, okay. Ja. Dag. Zo. Nou. Schrok je ervan? Ja, zeg het eens. Ja, ik wou het net aan u vragen. Zeg nou, het eens. Nee, ja, schrikken. Je schrikt er wel van. Ja, want ze was echt behoorlijk boos. Ja, nou, ik heb toch niet gezegd wat zij nou zit te zeggen. Jij zit wel eens koffie beneden te drinken. Wat wordt er dan gezegd? Nooit. Echt, we hebben het er nooit over gehad. Nee. Maar ja, het probleem is dus nog niet opgelost. We moeten nog even wachten wat de gemeente nu gaat doen. Wat ik ook begrepen heb in de studio is dat u de burgers heel graag naar de zin wil maken. Ja, uiteraard, daar zijn we voor als gemeentebestuur. Ja, dus ik hoop dat het allemaal goed komt met het bushokje. Nou ja, dat hoop ik ook, ja. En anders bent u misschien de eerste wethouder die een rijdend bushokje introduceert. Ja, misschien wel, ja. Nelleke van Os die huurt een architect in om een echt paradijsje te maken van haar tuin. En dat is ontzettend goed gelukt. Alleen de buren die zijn niet blij met de notenboom. Ze vinden hem te hoog en daardoor kunnen ze niet meer in de zon zitten als ze aan het einde van de middag thuiskomen van hun werk. Nou, 20 jaar geleden toen ben ik hier komen wonen. En toen is een plan gemaakt voor mijn tuin door een tuinarchitect. Nou, dit is het resultaat na 20 jaar. Ik ben heel trots op mijn tuin. Ik ben er ook heel blij mee. Ik zit graag in mijn tuin. In de winter, in de zomer, in het voorjaar, in het najaar. Hij komt aan mijn boom en hij verminkt hem gewoon. Hij komt gewoon aan mijn spullen. En je moet gewoon van allemaal spullen afblijven. Ja, en daar word ik gewoon nerveus van dat iemand dat doet. Iedereen zegt, het is maar een boom. Maar ik vind het ook belangrijk, een boom. Het is gewoon, het hoort bij mijn tuin. Het is mijn boom. Ja, maar luister, ik heb een zonnescherm. En die schuif ik uit wanneer ik geen zon wil hebben. En die schuif ik in als ik zon wil hebben. Ik regel het zelf. Nu regelt zij dit voor ons. Ja, en dat frustreert. De boom staat net geen 20 jaar. Ik geloof dat het 2 maanden scheelt op deze plek. En daardoor is van verjaring dus geen sprake. En daarbij staat hij veel te dicht op de erfgrens. Dus meester Visser besluit, de boom moet om. De verjaringstermijn van 20 jaar begon te lopen toen de bomen werden geplant. En dat was dus omstreeks augustus 1991. En op 17 mei 2011, toen partijen akkoord gingen om deze zaak aan mij voor te leggen, was die termijn van 20 jaar nog net niet verlopen. Hoewel de overlast van de notenboom niet extreem is te noemen, ondervindt Lodik daar wel overlast van. Zodat niet volgehouden kan worden dat hij die boom op niks af weg wil hebben. En daarom zal ik beslissen dat die notenboom inderdaad weg moet. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Zonde, zonde, zonde. Dat zo'n mooie boom weg moet. Iedereen zegt het ook. De heren die nu komen, die nu gaan omhakken. Die zeggen, kunnen we hem niet toppen? Iedereen zegt het ook. We komen uw boom weghalen. Jammer genoeg. Ja. Vind ik ook. Ik kijk heel wantrouwend. Hey, zit daar nog een oud nest aan? Ik ga weg.
Ja, mensen, het is niet anders. Champagne. Ja, is champagne. We gaan dronken worden. Dit zijn de buren die de boom wilden weg hebben. En nou zie ik gewoon een bordje te koop in de tuin staan. Dat is wat. Is die boom om? Gaan die mensen verhuizen? Daar zal ze niet blij mee zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Nelleke, dag. Hallo. Dag Jeske. Ik ben helemaal in shock, want ik zie dat de buren hun huis te koop hebben staan. Ja, al enkele maanden, klopt. Al enkele maanden. Nou, ik kom even binnen. Mag dat? We hebben nog een stukje laten staan. Ja, dat is. Dus laten we even dit. Was die prachtige notenboom? Ja. We hebben er gewoon een leuke dag van gemaakt. Een leuke dag? Vrienden uitgenodigd. Ik heb de hele dag, terwijl ze hier bezig waren, heb ik lekker gekookt. En om 5 uur kwamen vrienden. En hebben we lekker buiten gegeten en geborreld. Dat een soort ritueel. Ja, noem het wat je noemt. Maar je moet het toch altijd maar weer het negatieve omzetten naar het positieve. Ja, nee, maar je baalde er echt van. Ja, tuurlijk baal ik. Ja, ja, hè, dat was precies 2 maanden en anders was het verjaring geweest. Ja, hè? Ja, dat was heel zuur. Ja, nou, wat ik zuur vind, of wat mij zuur lijkt als je hier dan woont, is dat dus nu de buren hun huis te koop hebben staan. Ja. Dus ze gaan weg. Blijkbaar. Of... Hoe reageerde je daarop toen je dat zag? Ja, ik was helemaal verbaasd, maar ik ga er gewoon van uit dat u het toen nog niet wist. En het is natuurlijk heel spijtig, heel jammer, maar ja. Ja. Gedane zaken nemen geen keer, toch? Het heeft er echt niet zoveel zin. Ik vind het gewoon meer jammer dat ik nu in de tuin zit, dat er minder vogels in de tuin zitten. Ja. Maar voor de rest, wat buren betreft, zwa. Ja, en er moesten nog meer dingen ook gebeuren. Ja, de vijgenboom. De vijgenboom, hè? Die mocht ook niet boven de schutting uitkomen. Nee, niet boven. Dus die heb ik heel drastisch gesnoeid. Oh, ik zie het. Ja, dat ziet er echt niet uit. En hoe is het contact nu met de buren? Geen. Geen? Geen, nee. Het is helemaal... Over en over. Ja. Nou, we zien elkaar ook niet. Ze hebben een ander ritme dan ik. Zij gaan heel vroeg weg, komen heel vroeg thuis. En ik ga laat weg. En ik kom laat thuis. Ja. Maar als jullie elkaar toevallig tegenkomen op straat? Wordt er geen gedag gezegd. Wordt er geen gedag gezegd? Nee. Nee, dat is... En dat past niet bij je? Nee, dat past niet bij mij, nee. Zo zit ik niet in elkaar. Nee. Maar wat doet dat dan met je? Want... Nou, het raakt me wel. Het raakt me wel. Ja, en op wat voor manier? Wat, Ja, ik denk, het kost niks om elkaar gedag te zeggen, toch? Ja. Nou, en dat wordt heel erg krap hier. Die 20 jaar. Ja. Voor de verjaring, hè? Maar wij waren wel van goede wil om het op een normale manier op te lossen. En niet op deze manier. Ja. Daarom is dat ook. Ja. Nu dus pas. Ik denk dat daar ook een beetje rekening gehouden mee moet worden. Nou, dat nemen we allemaal mee. Ik zou zelf niet willen dat mijn buren zo lang last van mij hebben. Als mijn buren naar me toe komen, dan doe ik het gelijk. En wat zijn dit dan voor takken? Ja, dat zijn nog notenbomentakken. Restant. Dit zijn gewoon de restjes notenboom. Ja. Ik had eerst zelf een winkel en nu sta ik in de winkel van mijn zoon, woonwinkel. En die gebruik ik als decoratie. Die hangen we op of zetten we neer. Meestal in het najaar, met de kerst. Dus worden ze weer gebruikt. Ja, toch moeilijk om er echt afstand van te doen. Nee, maar dat deden we altijd al. Want uiteindelijk werd de boom wel elke 2 jaar gesnoeid. Dus we hadden elk jaar heel veel mooie takken. Ja. Dus ze worden weer gebruikt. Toch nog een stakje. Stukje notenboom. Ja. Wel boven de schutting komen. Maar er komen geen blaadjes meer aan. Dus ze belemmeren niet de zon. Ik wens je een hele mooie zomer. Dank en wat wel, ik Jeske. Ook wens is dat er hele leuke buren komen. Met een frisse start. Oké, dankjewel. En dat daar mooi contact uit ontstaat. Ja, hoop ik ook. Dankjewel. Nou, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Iedereen is anders. Gelukkig wel.